Goedenavond. De politie heeft nog geen spoor gevonden van de ontvoerders van de vrouw van de Rotterdamse bankdirecteur. In het hele land wordt gezocht. Er is nog geen enkel contact geweest met de ontvoerders. Wel hebben die al een aanzienlijk losgeld gekregen. Er wordt gezegd 1,5 miljoen gulden. In het beleidscentrum van het Rotterdamse hoofdbureau van politie is Paulien Broekema. Ja, er wordt nu een volle 2 dagen naar mevrouw en de ontvoerders gezocht. Die zoekacties die spelen zich af in het hele land. Ik zeg heel nadrukkelijk in het hele land, want het wordt niet in het buitenland, gezocht. De ontvoerders, de groep ontvoerders bestaat tenminste uit 3 mensen, meer dan 3 mensen is vastgesteld. Ik sta hier in het beleidscentrum naast politiewoordvoerder De Jong. Meneer De Jong, is er op dit moment nog nieuws? Nee, eigenlijk niet. Er is vanavond geen contact geweest met de ontvoerders. Er zou sprake zijn geweest van Belgen, Italianen zijn ook genoemd. Wat is te zeggen over de identiteit van de ontvoerders? Ja, er is eigenlijk op dit moment nog niets over te zeggen. Wij weten dat gewoon nog niet. Waarom bent u zo terughoudend in uw informatie? Wij zijn zo terughoudend met de informatie omdat we ten koste van alles willen vermijden dat het leven van de vrouw in gevaar zou worden gebracht. Dat leven is in gevaar dus? Ja, dat laat zich moeilijk beoordelen natuurlijk, maar we willen alles voorkomen dat er situaties zouden kunnen ontstaan waar dat zou kunnen gebeuren. Dit beleidscentrum, is dit vannacht ook nog bemand? Ja, dit is vannacht ook bemand, dag en nacht, totdat de zaak tot klaarheid is gebracht. En wanneer, denkt u, hoe lang zal het nog duren? U bedoelt de bezetting van dit beleidscentrum? Nee, hoe lang zal die ontvoeringszaak nog kunnen duren? Ja, dat is op dit moment eigenlijk niet te zeggen. Dat kan nog enige dagen duren. Het kan ook met korte tijd afgelopen zijn. Dat moeten we gewoon even afwachten. Kortom, 1,5 duisterheid in deze zaak. Vanuit dit beleidscentrum, waar men nog een hele nacht voor de boeg heeft, terug naar Hilversum. In Polen is de leider van het ondergrondse verzet, Bujak, door de autoriteiten gearresteerd. Bujak was in december 1981 ondergedoken toen de staat van beleg werd afgekondigd en de vrije vakbond Solidariteit verboden werd. Terwijl andere leiders van Solidariteit, zoals Lech Walesa, gevangen zaten, zette Bujak een nieuwe ondergrondse organisatie van Solidariteit op poten. De arrestatie van Bujak is een groot succes voor de Poolse regering. Bijna alle andere leiders van het ondergrondse verzet waren al eerder aangehouden. Maar Bujak bleef de politie en de veiligheidsdienst bijna 5 jaar te slim af. Nu hij gearresteerd is, wordt Bujak beschuldigd van samenzwering tegen de regering. En hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. Bij een bomaanslag op een trein in Sri Lanka zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. 24 passagiers raakten gewond. Volgens de politie is de aanslag het werk van de Tamil afscheidingsbeweging, net als 2 andere aanslagen de afgelopen 48 uur. En daarbij kwamen 31 mensen om. De overvolle trein reed van Batticaloa aan de oostkust naar de hoofdstad Colombo. De politie zegt dat de bom zo was ingesteld dat hij in het station van Colombo had moeten afgaan. Maar de trein had een 30 minuten vertraging, waardoor de bom zo'n 40 kilometer buiten de hoofdstad ontplofte. Joop Zoetemelk doet vrijwel zeker ook dit jaar weer mee aan de Tour de France. Dat wordt dan voor de 16e keer. De 39-jarige wereldkampioen zegt dat zijn deelname voor 90% vaststaat. Zoetemelk voelt zich sterk en zegt dat hij de zware etappekoers nog wel 1 keer aan kan. Het overzicht van het nieuws dat we eerder uitzonden. Joop den Uyl treedt terug als leider van de Partij van de Arbeid zodra er een nieuw CDA-VVD-kabinet is. Hij heeft dat vandaag, 1,5 week na de verkiezingen, officieel laten weten tijdens de PvdA-partijraad in Amsterdam. Wim Kok zal dan de plaats innemen van de man die de Partij van de Arbeid zo'n 20 jaar heeft geleid. Den Uyl blijft overigens wel actief als Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Met veel spektakel is in Mexico-stad het wereldkampioenschap voetbal begonnen. Het festijn gaat een maand duren. Er worden 52 wedstrijden gespeeld. Mexico heeft er miljoenen guldens aan uitgegeven. Na alle tegenslagen van economische crisis en aardbevingen wil het land nu gunstiger in het nieuws komen. Vandaar deze glamour op de grasmat van het Aztekenstadion. In de openingswedstrijd speelde Italië met 1-1 gelijk tegen Bulgarije.
100.000 tot 150.000 demonstranten kwamen naar Brussel voor een bijeenkomst ter afsluiting van een serie stakingen. Die waren gericht tegen de plannen van de regering Martens voor nieuwe bezuinigingen. Maar het militante deel van de leden van de socialistische vakbonden is helemaal niet van plan op te houden met stakingsacties. Ze waren boos dat vakbondsleider Van der Broeke geen algemene staking uitriep en bekogelde hem met eieren. Het weer, half tot zwaar bewolkt en mogelijk wat regen. Middagtemperatuur ongeveer 16 graden. Einde van deze uitzending. Goedenavond.